Monique, wanneer werd je definitief gegrepen door de graancirkel? Want je was gewoon een kunstenares, je was ondernemer eigenlijk. En je dacht van, nou, ik ga me volledig storten op die graancirkel. Dat moet een moment zijn geweest, denk ik dan. Ja, dat moment kwam toen iemand mij een foto liet zien van een graancirkel. En toen was er bij mij zo'n verwondering dat ik dacht, hier wil ik alles van weten. Toen ben ik... Heb je nou graancirkels in je oor? Ja. Ja, hè? Zeker niet. Oké, je mag... Nee, sorry, ineens zag ik het. Ja, nee, ga door. Toen ben ik echt meteen naar boekhandel gegaan, alle boeken gekocht, meteen naar lezing gegaan. En voordat ik het wist, ben ik naar Wiltshire gegaan om het zelf te zien en te beleven. En ik heb me daar 2 jaar zeg maar echt grondig in verdiept voordat ik die stap maakte om die switch te maken. En waar verdiep je dan precies in? In de maakwijze? In de waar komt het voor? Hoe vaak komt het voor? Wat zijn er de vragen die je zelf stelt? Eigenlijk, ik ben eerst gaan kijken wat blijft er overeind staan van alle verhalen die de ronde doen. En je moet het ook echt met je eigen ogen zien en beleven. Ik ben 's nachts, wat veel mensen doen, in de velden gaan zitten. En dan hou je alles in de gaten. Er staan ook overal camera's en we hebben contact met elkaar. En dan zie je niets, je hoort niets. En dan komt de zon op en dan ligt er gewoon zo'n graancirkel. Deze? Onder andere. Ja, dat zet je aan het denken. Dat is maar, iets, wacht, dat kan je niet bevatten. Even terug. Dus je bent met een groep mensen op een groot veld, een graanveld? Ja, dus er is een vallei in Wiltshire, de Vale of Pewsey. En daar heb je ook prachtig uitzicht. En daar zitten dan mensen nachtwakers te doen. Er staan ook camera's opgesteld. En het komt er eigenlijk basically op neer dat niemand ziet iets of hoort iets. En het ligt er gewoon. Meestal 's nachts. En je moet je voorstellen, in de zomer zijn de nachten kort. Maar het gebeurt ook wel eens overdag. En dat is heel, heel erg merkwaardig. En wat is dan het verschil? Kijk, want dit is een onverklaarbaar fenomeen. Maar je hebt ook graancirkels waar jullie van hebben vastgesteld. Oké, dit is door mensen gemaakt. Ja, er worden graancirkels opgeëist of voor commerciële doeleinden gemaakt. He, dat is duidelijk, godzijdank duidelijk. En dan heb je een netwerk van hoaxers, zo worden ze genoemd. De mensen die graancirkels maken. En die claimen dan een formatie. We hebben zo'n hoax. Zo'n man en die zegt, die maakt het met een plankje. Ja. Even het plankje zoeken. Ja. Nee, dit is een ander filmpje. Dit is ook wel interessant trouwens. Dit is iets waarbij het niet te verklaren is waar het vandaan komt. Ja. Dit is niet een plankje. Maar dit is raar. Dit is heel, heel erg raar. Hier zie je dus grote lichtbollen die een graancirkel maken in het veldleven. Doe nog een keer die. Ja. Diezelfde. Moet je even opletten. Eerst is er niks. Dan heb je ineens lichtbollen en dan heb je graancirkels. En dit is niet een truc. Nee, dit is een toevalstreffer. Mensen proberen al 35 jaar dit fenomeen op camera vast te leggen. Het is een toevalstreffer geweest, maar wordt hevig bediscussieerd. Maar feit is wel dat deze grote bollen, die zijn 2 meter, die zweven over die velden, die worden waargenomen, die worden op camera vastgelegd. Ja, dat zet je toch aan het denken, wat is hier aan de hand? En waarom wordt dat niet onderzocht? Nou, dat doe jij. Ja, maar ik ben een beetje alleen in de woestijn te roepen. Heb je antwoorden? Niet de final. Het is in ieder geval voor mij een mysterie. Er zijn door mensen gemaakte formaties en er is een mysterie gaande. En ik zou zo graag willen weten dat de wetenschap ernaar gaat kijken. Zullen we nog wel even dat die man met het plankje laten zien? Want we zien dat het ook gewoon kunstenaar, zegt hij. John Lundberg claims that he has made more than 100 crop circles, but he refuses to say which ones, believing that much of the impact of the designs comes from their aura of mystery. It's problematic. As an artist, I can't claim my work, because if I claim it, I destroy it. Want die werken die jij gezien hebt, dit is met de hand gemaakt met een plankje. Hoe groot zijn die dingen? Dat varieert. Een graancirkel kan 1 meter zijn, maar dat kan ook 4 voetbalvelden groot zijn. En even voor de goede orde, het is niet alleen in graan. Het verschijnt in vlas, in wortels, in koolzaad, mais, allerlei gewassen. Er zijn er nu 7000 geregistreerd over de hele wereld, in meer dan 60 landen. Ja, dat is echt iets bijzonders. En noem eens 3 argumenten waardoor wij allemaal aan tafel zouden kunnen denken van... dat is wel raar inderdaad. Wat zijn objectieve gegevens die je ons kan vertellen waardoor jij zegt van... ja, ik weet niet wat het antwoord is, maar ik vind dit toch opvallend. 1, je hebt net gezegd, uit het niets. Ja, wat ik heel merkwaardig vind, is dat het gewas gebogen is. Als niemand dat graancirkel binnengaat, dan groeit het gewas gewoon door en dan kan het ook geoogst worden. Als het door mensen wordt gemaakt, is gewoon het gewas kapot.
daar balen de boeren natuurlijk ook zo van. Dus het gewas is niet... Wat nee. In die film was, is gewoon echt. Dus het buigt en het breekt niet. Nee, ik heb echt formaties. Dan zijn er gewoon kransen van koolzaad of graan. Nou, dat is... Je mond valt open.